Voorzitter, de Amerikaanse astronaut Scott Kelly zei eens dat de reis naar Mars bestaat uit een groot aantal babystapjes, waarvan er een flink aantal al genomen is. De eerste stap was dan waarschijnlijk in 1961 de lancering van Yuri Gagarin, die als eerste mens de ruimte in werd geschoten. Vrij vertaald betekent natuurlijk dat de reis naar de toekomst eigenlijk al lang bezig is, maar dat je het vaak niet in de gaten hebt. Dat je het pas ziet als je terugkijkt. Kijk naar het verleden. Kijk bijvoorbeeld naar de parlementaire geschiedenis van de wet op het minimumloon. Uit de jaren 60. De tijd van Gagarin. Kijk hoe er toen over gesproken werd. En een parel uit de geschiedenis is wat mij betreft de uitspraak van het toenmalig Kamerlid van Rossum van de SGP. Die zich vooral zorgen maakte over de hoogte van het minimumloon. Die zei, wij willen ervan blijven uitgaan dat de arbeider zijn voedsel waardig is, maar dat de dienstknecht niet boven zijn heer behoort te komen. 50 jaar later leven we in een andere tijd. De tijd waarin we misschien eerder over eten praten dan over voedsel. En waarin de vandalen het woord dienstknecht terecht als archaïs bestempelt. Ook een tijd waarin we heel anders zijn gaan denken over loon. Destijds, in 1968, was het wettelijk minimumloon al een enorme stap richting een eerlijker toekomst. Met dankbaarheid mag worden vastgesteld dat nergens ter wereld een zo behoorlijke minimumloonregeling bestaat als in ons kleine land. Zo zei mijn voorganger minister Rovink destijds. Ook sprak hij van de grote betekenis van deze wet voor honderdduizenden die door deze wettelijke voorziening een geduchte steun in hun zwakke rug kregen. Dat zijn mooie woorden. Maar ook woorden die je moet beoordelen in de tijdsgeest van toen. Want met ons collectieve voortschrijdende inzicht zijn we intussen weer een flink aantal stappen verder. Intussen vinden we dat alle volwassenen volwaardige beloning verdienen, ongeacht hun leeftijd. Of je nou op basis van gewerkte uren of geleverde producten betaald wordt. En daarbij zou meer werk gewoon uitbetaald moeten worden. Achterblijvende regels hebben dit voortschrijdende inzicht lang in de weg gezeten. Het minimum jeugdloon stamt uit 1974, 42 jaar geleden, en is sinds 1983 niet meer aangepast, 33 jaar geleden. Ik ben blij dat we deze kabinetsperiode eindelijk een nieuwe stap zetten. Een forse stap. Een broodnodige stap. Want voor een samenleving van de toekomst moet je niet vastklampen aan de verworvenheden en wijsheden van toen, maar voortbouwen. En met dit wetsvoorstel zetten we niet alleen een volgende stap richting een toekomstbestendig minimumloon. We zetten ook een stap richting een eerlijker toekomst. Niet alleen voor werknemers, maar ook voor goedwillende werkgevers.